weer kijkt. Ik ga je vandaag laten zien hoe je zelf hummus kunt maken. En hummus is een dipsaus / smeerseltje op basis van kikkererwten. Het is vegetarisch. En daar kun je zelf van allerlei kruiden en pittigheden aan toevoegen om het op smaak te brengen. En hummus is heel erg lekker bij vers gebakken naanbrood. Dat ga ik je volgende week laten zien hoe je dat zelf maakt. Maar bijvoorbeeld ook op een wrap of over bij een stukje vlees of ook gewoon op je boterham. En het is heel erg makkelijk om te maken. Je hebt maar een paar ingrediënten voor nodig en een foodprocessor, want die doet verder het werk voor je. Het recept dat ik vandaag heb gebruikt voor deze hummus komt van een vegan blog, degroenemeisjes.nl. En zij reviewen heel veel hotspots, artikelen, producten die heel erg vegan zijn. Dus waar geen dierlijke producten in verwerkt zijn. Ik zal hier onder de video en op de blog even een linkje plaatsen naar hun website. Zeker een kijkje waard. In ieder geval, er staan ook regelmatig heel lekkere recepten op. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel plezier met kijken. Goed, wat we nodig hebben voor de verse hummus zijn uiteraard kikkererwten. Ik heb hier gewoon een blik van 400 gram van de Albert Heijn. En we hebben ook 2/3 van het kikkererwtensap nodig. Dan een eetlepel tahini, hoe je het ook wil noemen. Ik heb hier een variant van lima. En tahini is eigenlijk niets meer dan een pasta gemaakt van sesamzaad. En dit kun je gebruiken in allerlei gerechten, zoals ik het nu ook ga doen. Maar ook in sauzen of bijvoorbeeld op brood. Dan hebben we een flinke scheut olijfolie nodig. Extra vergine is wel het lekkerst, omdat je het immers niet gaat verhitten. Dan nog een theelepel cayennepeper voor de pit en paprika poeder. Hier kun je mee variëren. Proef gewoon straks tijdens het maken van de hummus of die pittig genoeg voor jou is. Eventueel kun je altijd nog wat meer bijvoegen. 2 teentjes knoflook. 3 mag ook als je het aandurft. Ik vind 2 denk ik wel genoeg. Dan hebben we een klein beetje limoensap nodig. Mag natuurlijk ook van de verse limoen. En een snufje peper en zout. En verder heb je voor het maken van hummus een goede staafmixer nodig. Of anders een keukenmachine, een blender of een foodprocessor. En nu is het eigenlijk een kwestie van alle ingrediënten in de foodprocessor doen. Ik heb dus een deel van die kikkererwten afgegoten. De rest van het sap doe ik hier gewoon bij in. Zo, nou, de teentjes knoflook kunnen er prima in een geheel bij. Dat lukt allemaal wel. De cayennepeper, ongeveer een theelepel. Of meer natuurlijk, als je dat lekker vindt. Dan paprika poeder, ook een theelepeltje. Zo. Dan nemen we een 1 lepel tahin. Eentje limoensap. Ongeveer gelijk staat aan het sap van een halve limoen. Zo, vind ik wel genoeg. Uiteraard breng je het op smaak met peper en zout. En het zout. En voor de romigheid, de speugheid en voor de smaak doen we er nog een scheut olijfolie bij. Zo, ik heb er nu denk ik ongeveer 1,5 eetlepel bij gedaan. En dan zetten we de keukenmachine aan. Laten we een poosje draaien totdat het mooi smeug is geworden. En ondertussen proef ik een beetje. En de machine is al even aan het draaien, dus ik ga even proeven. Nou, kijk, hij wordt al mooi smeug in ieder geval. Even een beetje van de kruiden van de bovenkant halen. Even denken. Je mag voor mij wel wat meer paprika poeder bij. Hij is wel pittig genoeg, dus er hoeft geen peper of cayennepeper meer bij. Maar paprika poeder is wel heel erg lekker. Laten we hem nog weer even draaien. Nou, nog een keertje proeven. Ergens op de lijn. Ik doe er nog een klein beetje limoensap bij voor het frisje. Zo. En iets meer olijfolie zodat hij nog wat smeuiger wordt. Want nu is hij toch nog een beetje crunchy. Ongeveer een halve eetlepel nog een keer.
Laten we nog heel even draaien tot de rest van de ingrediënten weer goed gemengd zijn. Nou, de hummus is nu wel klaar. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Kijk, zoals je ziet is die lekker smeuïg geworden. Heel mooi romig. Er zitten nog wat van die kruiden in het midden. Maar goed, dat schep ik er zo meteen wel doorheen. Nu gaan we het in een kommetje doen. En dan zetten we het totdat we het gaan gebruiken weg in de koelkast. Nou, de hummus is klaar. Het is echt wel een grote kom geworden. Je kunt er zeker wel met 6 personen van eten, denk ik. Ik ga hem zelf gebruiken bij vers gebakken naambrood. Zoals ik al eerder zei, ga ik je volgende week laten zien hoe je dat zelf kunt maken. Maar ik ga ervan uit dat we het met z'n tweeën vanavond niet opkrijgen. Dus dan... bewaar ik het sowieso in de koelkast. Kun je het beste even afgesloten in een bakje doen of anders het kommetje bedekken met aluminiumfolie. De hummus is namelijk ook ontzettend lekker op een wrap of op een boterham. Dus je kunt het eindeloos gebruiken. Probeer het eens zelf te maken, zou ik zeggen. Want het doet echt niet onder voor de standaard dip zoals tapenade en knoflookboter en zo. En het is ook nog eens heel erg gezond voor je. Mocht je naar aanleiding van dit recept nog vragen hebben, suggesties voor variatierecepten op de hummus bijvoorbeeld. Of heb je zoiets van, oh dit is een recept, dat moet je gewoon maken met deze hummus. Dan hoor ik het heel erg graag. Voor nu bedank je in ieder geval voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doeg!